dear. Nou, ik kan juist het weekend, demo weekend. Ik weet dat er duizenden in Brussel lopen op het moment. Vanavond is de Mars voor Vrijheid in Rotterdam. En er was vandaag een kleine ludieke actie voor de Belgische ambassade in Den Haag. Omdat er 4 demonstranten aangehouden zijn in december. Die hebben 6 maanden detentie gekregen omdat ze met een banner hebben gelopen tegen de islam. Nou, dit is natuurlijk precies weer zo'n punt wat nergens op slaat. Het is nogal wat 6 maanden afgestraft worden omdat je als voorposter uitkomt. Nou, al met al, we gaan zien wat dit teweeg brengt. Ik hoor net dat er verschillende rechtszaken gaande zijn. Maar om een lang verhaal kort te maken, neem eens een kijkje op de pagina's van Voorpost. Voor €20 per jaar ben je Voorpostlid. Wat mij opvalt van Voorpost is dat er meetings zijn waar je eigenlijk een stukje geschiedenisleer krijgt. En hier doet Voorpost zich in onderscheiden. Voorpost bestaat 46 jaar. Dus al met al, neem daar eens een kijkje. Laten we er een mooie groep van maken. Voor de rest allemaal heel veel succes vandaag. Geniet van het zonnetje dit weekend. En tot de volgende. Bye.